Hello my dear followers, welcome back to my channel. Thank you so much for watching and being here. So it's been a while, I know. This is probably the first video that I will be dropping online, so welcome again. And today I'm here at the Black Market in Beverwijk. So they used to call it the biggest market in Europe. I don't know if it's still the biggest market in Europe, but I will just bring you along with me and we can discover if the market is still that popping as it used to be. I will probably be talking Dutch in this video because this is a market in the Netherlands, in Holland. But I will just film everything for you guys and the images will speak for itself. So if you want to know more about this market, then keep on watching. So I'm here with a friend of mine. And there she is. And my brother is also joining in a little bit. So we're about to go in. I'm so excited. Oh, I'm still speaking English. But it's okay, y'all can understand, right? So here they say that it's obligated to wear a mask inside. So that is what I will do now. Voila. And let's go in. Oh, okay, we're entering the building. And a little inside information. I worked here for like maybe 5 or 6 years. No, I think 5 years. And I worked like, I worked 2 years, 2.5 years at the entrance, so where the people used to buy tickets to come in. Now it's for free. And then later on I worked at the yeah, how do you call it, like a snack bar. So yeah, I will film the market for you guys now. So it is very quiet here, it's still still. A lot is closed. Like vroeger was het hier helemaal vol en druk. Veel mensen. Vroeger heb ik hier gewerkt, maar niet bij deze. Maar bij een andere snackbar. En toen later is het overgenomen door dit bedrijf, Warley. Maar vroeger was dit Kelly's. Als je Kelly's nog kan herinneren, schrijf in de comment. Kelly's, Zwarte Markt, daar heb ik gewerkt. 2 of 3 jaar. Heb je ja, lampen, antiek. Toch heel veel leegstaande panden helaas. Mede mogelijk gemaakt door corona, maar ook al eerder was er wel crisis op deze markt. Maar we gaan kijken of we nog leuke dingen kunnen vinden vandaag. Nou, wat je hier allemaal ziet, was ook vroeger allemaal kraampjes. En nu is het eigenlijk allemaal leeg. Dus het is wel echt ja, een wereld van verschil voor mij. Ik ben op deze markt opgegroeid. Als kind kwam ik hier altijd met mijn ouders heen. En ja, groenten halen, fruit halen, kleding kopen. Gewoon lekker struinen. En dit is wel echt anders dan wat ik ken. Maar we gaan hier naar binnen, 4:30. Kijken wat we daar kunnen vinden. Dus dit zijn nou nog eens prijzen. In Antwerpen haal je de 1 voor 4 euro. En hier zijn het de 5 voor 10. Dus I got mine. Dankjewel. Doei doei. Nou, dit is dus 4:30. Welke kant gaan we op, Karim? Die kant. Nou, hier heb je ook van alles, kleding, eten, zoals je ziet, boksen,
koffers. Bedenk het maar, ze hebben het speelgoed voor kinderen. Zo met slalommen. Boxshirt voor de heren. Rima. Oh ja, ik moet kampenzak hebben voor mijn vader. Sensodyne, 5 voor 10. 3 voor 10. Kijk eens wat we hebben hier. Sensodyne, Sensodyne, where are you? Oral-B. We gaan verder zoeken. Ik laat je straks de aanbieding zien. Wanneer we hier kwamen, een paar jaar geleden, dan kochten we altijd Sensodyne voor mijn vader. Die houdt van Sensodyne tampasta. En die zit extra goedkoop, hè? Dus profiteren. Welke kant? Ja, kijk, zoals dit is niet echt. We kunnen gewoon een beetje die kant op gaan, maar dit gaat toch niet. Dit is mannen dingen. Guys, for you. Voor de sportliefhebbers. Dat is sieraden. Ringlichten, handy stuff. Oh ja, ik ben op zoek naar een beddengoed, helemaal een zwart katoen, dus we gaan even kijken of deze meneer wat heeft. Anyone looking for a wig? Straighteners. Dan buiten maar, denk ik, hè? We go outside. Vroeger was dit volgens mij de Hema Outlet. Hema Outlet. Nu is het de Eurohal. Zal ik even kijken? Of gaan we nu heen? Ja? Oké, okay, we houden van losse euro's, weinig uitgeven. We like that, so we go inside. To see what we can discover for you guys. Wat is dit? Bierspel. Oké, okay, I don't do the bierspel zo. So. Versiering. Feestjes. I don't know what it is. Diploma, baby shower stuff. Ja. Leg neer op een feestwinkel, dat is een 1 euro. 1 euro feestwinkel. Oh, wacht even. Ik moet daar eens kijken of ik dat kan vinden. Moet die vinden? Prinsessending. Als je wat ziet, laat me weten. Nee, voor volwassenen. So, anyone interested in a jeans for 1 euro? You can find it here. Clothing area. I think we will go out here empty-handed. Oké, okay, we zijn zojuist vertrokken uit de Eurohall met lege handen. Ik heb nog steeds alleen mijn gel bij me. Dus het was, nee, niet echt
aantrekkelijke dingen, laat ik het zo zeggen. We gaan nu kip eten, want we hebben nog niks gegeten, Karine. Dus Karine, ja. We gaan kip eten bij het Goudhaantje. Ik heb vroeger altijd heel veel kip gekocht in mijn poses. En het bestaat nog steeds, dus let's go for it. Het Goudhaantje. Kijk wat ze allemaal hebben. Deze lekkere worst, kippenworstenbroodjes. Oh my god. Heerlijk. De duistere afdeling, daar gaan we niet heen. The Devilish Liar.
deze bogen, wat je ziet, dat zijn de regenbooghallen. En die zijn, wat is het? Misschien 10 jaar geleden. 10 jaar geleden, zeg ik het goed? Ik weet niet. Ongeveer 6 jaar geleden. 7 jaar geleden. Zijn die nieuw gekomen op de markt. En daar zit eigenlijk van alles in. Vooral heel veel kleding. En ik zie dat, dat het nu is afgesloten achterin. Voorheen, vroeger kon je slalomen. Dus dan kon je echt hal in, andere hal uit. Maar nu ga je echt hier aan de voorkant erin en ook aan deze voorkant er weer uit. Maar vroeger kon je slalomen. Dus het achterste gedeelte staat waarschijnlijk allemaal leeg. En het lichtgroene gedeelte, dat bestaat al jaren. Hal, hoe heet deze hal ook weer? Suzanne, als je kijkt, hoe heet deze hal ook weer? Hal 35, dacht ik, hè? Hal 35. Oké, dat staat het ook. Hal 25. Hal 25, hal 26 is dit. Goeie oude tijd. We gaan straks denk ik even naar binnen. Stil en veranderd. Bob Marley shirt. Misschien zit er ook nog Tupac bij. Oké, we hebben een beetje rondgelopen. Het is een stuk rustiger dan wat ik had verwacht. En een stuk leger ook, helaas. Als je net bent geweest, ja, is het nog steeds op zich een leuke ervaring om hier heen te komen. Maar verwacht niet het aller, ja, hoe kan ik zeggen? Verwacht niet het meeste. Zeg je dat zo? Dat is dan wat ik bedoel. We gaan nu waarschijnlijk even richting... Chinatown, ja. En kijk hoe het daar is. Chinatown is over het algemeen best wel leeg gebleven in al die jaren. Je hebt er vooral heel veel nagel, plekken waar je nagel kan doen. Dus we gaan nu even kijken. Kun je naar links, Karin? Dus ik neem jullie mee en we shall see. Nou, dit is Chinatown. Je had je vroeger in het midden allemaal eettafeltjes. Maar dat is nu allemaal weg. Maar dit is eigenlijk het foodgedeelte. Hè? En daar in de hoek, daar rechts in de hoek, staat altijd een tentje. Volgens mij is het weg. Ja, het is nu zwaar, maar gewoon, dat zie ik. Maar daar staat een Surinaamse eettent. Oh my god. Zo lekker eten. Maar ik zie dat je hier nu een andere hebt. Sunes Roti Shop. Maar het is echt alleen roti, denk ik. Oh, ik zie ook andere dingetjes. Maar dat was lekker. Ja. Dus dit is een gedeelte van Chinatown. Ik zie daar nagelsalonnetjes al, zoals je ziet. Dit straatje en in dat straatje. En ook wel in dat derde straatje, weet je vaak het meeste nagelstudio's. Dus we gaan gewoon even rondkijken. Kijken wat we kunnen vinden. Misschien ga ik mijn nagels wat doen. Mijn nagels zijn een beetje afgebrokkeld. En deze nagel is er helemaal af. Don't ask what happened. Dus ik ga misschien mijn nagels bijwerken. Let niet op mijn droge handen, het is koud. Ik heb net mijn handen gewassen. Dus let's do this. Oh, we zijn verkeerd. Kijk, volgens mij moeten we hier terug erin. Even kijken. Dan was het afgesloten. Oh, we kunnen wel daar langs. Ja, kan wel. Chickenlicious.
Mercedes-Benz, Audi, cute, BMW. Oh, chill, ja. Yeah. Ik ben net een beetje vergeten te filmen. Maar goed, dit was dus de binnenkant van Chinatown. We gaan straks weg, want we gaan boodschapjes halen. Maar we gaan nu even hier zitten en lekkere Turkse thee bestellen. Marokkaanse thee. En misschien nog een snack erbij of zo. Ik zie daar verse mais. Het komt goed. Altijd even lachen. Hier is Alfa en Carina. En Alfa gaat ons nu leren hoe je moet... Alfa gaat ons nu leren hoe je moet pokeren. Dat weten wij niet. Wij kunnen alleen ezelen en pesten. Dat is waar het is. So. Snel cursus. De snelheid. Oké, voor de mensen die mij kennen, hou ik hiervan, ja of nee? Dashiki everywhere. Hier nog een keer het goudhaantje, hebben we net eten gehaald. Waar? Ja, ja, oh ja, ja. En we gaan nu als laatste nog even naar de Amazing Oriental, dus de Aziatische supermarkt. Om daar wat eten te halen voor vanavond en misschien nog andere lekkere dingen. En dan gaan we alweer richting huis. Dus ik laat jullie zo zien wat we hebben gekocht. Ik heb niet alles gefilmd. En ja, ik ga nog even hier binnen filmen bij de supermarkt. 35 jaar. Hoi allemaal, inmiddels zijn wij terug thuis. Ik ben bij mijn vriendin thuis in Purmerend. Ik ben terug van de Zwartmarkt. Ik heb een aantal dingen gekocht zoals jullie al weten en die ga ik nu aan jullie laten zien. Nou, ik heb spelkaarten gekocht. Zoals je ziet, net iets anders dan normaal. En een doosje ook, dus super handig. Dit heb ik trouwens gekocht bij... de winkel van een vriendin van mij. Haar schone ouders runnen die winkel. Dus shout-out naar them. Ik zal de winkelnaam, als ik de achterkom, zal ik in het scherm zetten. Het is in hal 25 ongeveer. Ik heb ook deze prachtige oorbellen bij hen gekocht. Ze hebben verkopen heel veel sieraden ook. Ja, het is echt heel mooi. Focus. Ja, zo zie je het beter. En de oorbellen. En ik heb ook piercings bij ze gehad. Dat verkopen ze ook. En ja, daar super blij mee. En ik heb ook de tijgerbalsem bij ze gekocht. Dus mijn moeder gebruikt dit heel veel.
voor haar, ja, om voor een massage. Super fijn. Ik heb een zwarte sesamzaad gekocht. Dat was ik al heel lang op zoek naar. Dus ik heb gelijk mijn voorraad gehaald. 2 doosjes. Ik heb deze maatbeker gekocht. Ja, van een beetje anders dan normaal, hè. Hoe heet het ook weer? Marmer. Ze hebben het ook in het wit. En aan de binnenkant, nu zie je het denk ik niet zo goed. Aan deze kant. Aan deze kant zie je dan ook hoeveel erin kan. Je ziet. Dan heb ik 2 van deze grote bakken gekocht. Vooral in onze cultuur gebruiken we dit heel veel. Maar deze gaan naar mijn zus toe. Omdat zij mij gaat helpen met het maken van ginger drink. En daar heb je dus heel, ja, grote bakken voor nodig. Waar je in kan ja, mixen, zeg maar. En dan de primeur van vandaag. Een jurk gekocht. Die was maar 12 euro. Ik zal even laten zien. Goed verder te lukken met 1 hand. 12 euro. Een jurk van Sandtime. Ik ken het niet, maar maakt het uit. Leuk, super cute voor de zomer. Dit is volgens mij maat 2 keer XL. Maar je weet, you know me. Aken Soul. Dat is, wat, zat het even tussen de alle 2. En uiteindelijk heeft zij deze gekocht. Ook super cute. Met bloemetjes. Beetje vintage style. Super cute. Dan heb ik heel veel tandpasta gekocht van mijn vader. Mijn vader houdt van Sensodyne. En ja, een aantal jaar geleden kwam ik dat ook van mijn vader hier halen. Dus ik heb echt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja. 10 tandpasta's, waarvan 1 Parodontax. 10 voor 20 euro. Dus ga zelf maar rekenen als je bij de Crestfood bent of bij een andere winkel hoeveel dit kost. En kijk, dit zijn normaal gesproken de smalle. Die verkopen ze bij de Action ook voor een, ongeveer 3 euro. Maar daar heb ik er dus, kijk wel, 6 van volgens mij. 1, 2, 3, 4, nee, daar heb ik er 5 van gehaald. Ja, 6. Ja, die waren net 6 voor 10 euro. Dat zijn gewoon die smalle. Die is nog steeds veel goedkoper dan bij de Action. En deze grote, dus die bredere, die zijn 4 voor 10 euro. Dus ik heb echt gewoon 10 tandpasta's. 10 tandpasta's voor 20 euro. Dus mijn vader gaat hier echt blij mee zijn. Let wel op de datum, hè. Want sommige plekken zag ik dat het al een paar maanden over datum was. Dus ik heb echt overal gecheckt of die datum nog goed was. Dus dat zie je hier ook, hè. Focus. En dat zien hier. Nee. Nou, in ieder geval 2000. Oktober. Wat is dat? Oktober 2023. En dat staat hier. Ja. Dus ik heb ze allemaal gecheckt. En het is all good. Dus dat heb ik gehaald. Dan heb ik voor mijn zusjes. Die gebruiken heel veel haargel. En zoals je in de video ook hebt gezien. Is het gewoon 5 voor 10 euro. Can you believe it? In België koop je vaak gewoon eentje 4 euro. En heb je niet echt een aanbieding of zo. Want op een soort markt kan je gewoon 5, alle kleuren, 5 kiezen voor 10 euro. En dan heb ik deze gekocht. Ik word helemaal moe van deze ding. Ik heb er echt al 100 gehad. En nu heb ik eindelijk eentje met een magneet gehaald. Dus hoef ik niet steeds meer in te klippen en gedoe. En ik heb het getest. Ook in de winkel zat een voorbeeld. Dus hij was goed. Dus ik ben hier heel blij mee. Aangezien ik altijd veel rij verder afstanden. Dus kan ik deze gebruiken. Om auto te rijden. En natuurlijk hebben we ook heerlijk gegeten, zoals jullie hebben gezien. Lekkere broodjes. Ik heb nog lekkere maiskolf gegeten. Ik weet niet of ik dat heb gefilmd. En we hebben daarna nog eten gehad. Kan ik ook wel even laten zien. Bij de Oriental Supermarkt. Vond ik mezelf goed? Ik niet zitten als te kijken van wat doe jij. Even kijken. Dit hebben we dus ook zeg maar bij Chinatown gekocht. Oh, of zo. Nasi goreng. En even kijken, dat is een pisang goreng, bakbanaan en een lumpia. Oh, mijn batterij gaat bijna dood. En lekkere kipsaté, een pastijtje en een risol. Dus het wordt lekker smullen vanavond. En ja, dus het is zeker geslaagd. Dus ik kan zeggen, als je nog nooit op de BFX Bazaar bent geweest, dan is het zeker wel de moeite waard om eens langs te gaan, om te kijken wat ze hebben, te profiteren van de kleine aanbiedingen die er nog steeds wel zijn.
Vroeger was het natuurlijk veel en veel en veel meer. Maar ja, nu is het natuurlijk toch al wel crisis al een aantal jaar, ook op de bazaar. Voor degenen die al vaak zijn geweest, die zullen waarschijnlijk vaker heen gaan om alleen wat groente en fruit te halen. En echt ja, benodigdheden die ze echt nodig hebben, maar echt struinen. Dat zullen denk ik veel mensen niet zo vaak meer doen die echt uit die omgeving komen. Ik ben er echt opgegroeid, ik heb er ook een aantal jaar gewerkt. Dus voor mij is het echt wel een heel verschil met wat ik vandaag heb gezien. Als je dit een leuke video vond, geef dan een duimpje omhoog. Stuur deze video door naar al je vrienden. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!